Plassen, rivieren en afvalwater bevatten heel veel warmte. Ja, en die warmte die komt erin doordat de zon op het water straalt. Ja, of vanuit de industrie die warmte loost. Ja, en ook vanuit de huishoudens waar je heel veel doucht. Ja, en vanuit het menselijk lichaam. Ja, elke dag komen er miljoenen liters afvalwater op onze zuiveringen binnen. Ja, het afvalwater is hartstikke smerig, maar het bevat ook heel veel warmte. En met warmtewisselaars kunnen we die warmte eruit halen. En als je dat dan combineert met een warmtepomp, dan kan je de temperatuur opkrikken. Waardoor je het kan gebruiken om bijvoorbeeld onze woningen te verwarmen. Dan gaan we minder aardgas gebruiken. Je kan de gaskraan dus dicht. Ja, precies. Heeft die techniek dan ook een naam? Het winnen van warmte of koude uit afvalwater, oppervlaktewater of drinkwater, dat noemen we aquathermie. Aquathermie? En wordt dat ook al ergens toegepast? We zijn hier op Strandeiland. Mm-hmm. En dat is het land wat hier gemaakt wordt, dus opgespoten. En hier worden straks 8000 woningen gebouwd. En die gaan verwarmd en gekoeld worden met warmte uit afvalwater, het afvalwater van het eiland. Mm-hmm. Maar ook uit oppervlaktewater, dus warmte uit het ei. TED staat voor thermische energie uit drinkwater. Dat betekent dat we warmte of koude uit het drinkwater kunnen winnen. We staan hier op een drinkwaterproductielocatie van Waternet, waar we met enorme hoeveelheden water maken, drinkwater. Dat wordt door zulke buizen gepompt. Daar krijgen we alle huishoudens in Amsterdam. En dat helpt ons om af te komen van de fossiele brandstoffen. We zijn hier bij de installatie van Saint-Quentin, die drinkwater gebruikt om hun bloed te koelen. Dat doen ze doordat ze in de winter de koude uit het drinkwater halen. Dat gebruiken ze om direct het bloed te koelen, maar ze stoppen die koude ook in de grond, zodat in de zomer, als het heel warm is buiten, die koude kunnen gebruiken om ook het bloed te koelen. Dat is gebeurd met deze installatie.